Op donderdag 14 april vond de vierde editie plaats van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Amuse van de industriële club Horst en de stichting Ondernemersprijs Horst aan de Maas. Elk jaar wordt hiervoor een aansprekende spreker uitgenodigd en dit jaar was het de voormalige minister-president Jan-Peter Balkenende. Hij sprak over de economische ontwikkelingen in Nederland en de wereld, maar bovenal ook over de regio Noord-Limburg. Maar vanavond gaat het natuurlijk over de vraag: waar staan we eigenlijk voor? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er met ondernemers? Ik heb ook begrepen hier dat het perspectief is van men wil eigenlijk worden de gezondste regio in 2025. Dat is eigenlijk een heel mooi idee. De gezondste regio gaat natuurlijk niet alleen over gezondheid, het gaat over gezonde bedrijven, gezonde verhoudingen tussen mensen. Dat stukje toekomstoriëntatie dat bevalt me eerlijk gezegd heel erg goed. En toen men mij vroeg om hier te spreken, heb ik gelijk gezegd ja, ik kom graag. Gezondste regio 2025 is dus iets wat u volledig onderschrijft. Ja. Is het iets waar wat u heel graag wil blijven volgen? Ja, ik vind het heel interessant om te zien wat er gebeurt. Ik geloof dat het goed is om altijd die stip op de horizon te hebben, verder te kijken. Er zijn meerdere initiatieven in Nederland. Het NL 2025 bijvoorbeeld, dat is een nationaal initiatief. In Rotterdam, waar ik zelf actief ben, daar willen we graag de World Expo naartoe halen. Ook in 2025. Nou, u kunt zich voorstellen, met NL 2025, World Expo in dat jaar en hier, gezondste regio, dat zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen. Nou, en dan volg ik natuurlijk graag wat hier gebeurt. Heeft het bloed, zweet en tranen gekost om die hier te krijgen? Nee, dat viel reuze mee. Hij kent Horst en de Maas vanuit zijn verleden bij het CDA. En via de contacten hebben we hem hier kunnen krijgen. Dus daar zijn we heel blij mee. Een van de punten die Jan-Peter Balkenende op het vizier heeft is Horst en de Maas gezondste regio 2025. Dat moet strelen. Nou, ik ben heel blij dat wij in hem toch een soort van ambassadeur hebben gevonden. Want hij is het helemaal eens met onze denkrichtingen en de beweging die we willen maken. Dus als zo'n persoon met zo'n achtergrond dat steunt, daar kan je heel trots op zijn. Ja. We volgden u sinds het feit dat u minister-president was. Hoe gaat het nu met Jan-Peter Balkenende? Het gaat me heel goed. Ik zit nu in het bedrijfsleven. Ik werk bij EY. Ik kan me vooral bezig met het thema duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor de rol van bedrijven? Als we hebben over het klimaatvraagstuk, of mensenrechten, of het scheppen van banen. Daar heb je gewoon bedrijven voor nodig. En hoe kunnen bedrijven inspelen op de grote vraagstukken van deze tijd? Dat is waar ik mezelf mee bezighoud. En het bevalt heel erg goed. Dus ik heb met heel veel plezier werk ik bij EY op dit terrein. Ik ben ook vaak in het buitenland, ik reis veel. En daarnaast ben ik hoogleraar in Rotterdam. En dat vind ik ook leuk om te doen, college geven.